Nou, ik heb even mijn briefbus leeggehaald. Nou, dit was Le Klaar mee. Nou, daar heb ik geen ene hol mee. Zachtjes. Volgens mij heb ik aan het horen. Ik kan ook gewoon merken dat het gewoon zusjes zijn, hè, nu. Mm-hmm. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 7 juni 2021. En het is rond 11:30. Ja. En zoals je kan merken, loop ik lekker buiten met de drie dames. Yes. En ja, wat we gaan doen vandaag, ik weet het niet. Ik zou zeggen, blijf gewoon kijken voor een leuke vlog. En doe het duimpje op de smok. Wat ik al zei, ik ben hier met de dames lekker buiten. Even lekker graven. Lady die staat erbij. En ik sta er ook bij. Ga je mee? Zoals jullie weten is beauty tegenwoordig bij mij altijd los. Bij Ron nog niet. Bij mij wel. Het is ook vandaag heerlijk weer. Het is weer een maandag. Ja, wat ik dus al zei in de intro. Mijn buurvrouw die heeft wat anders gezegd, want wij noemen hem altijd klaproosjes. Maar mijn buurvrouw die zegt dat het een hele andere benaming heeft, maar ik kom er alweer niet op. Nee, ik kom daar niet op, nee. Beauty heeft even gezwommen. Oh, heerlijk. Ja, lekker. Ja, komt u maar. Kom, dames, kom. Deze kant op, kom. Ja, easy. Precies dat, easy. Kijk, hey, dames, wachten. Goed zo, kijk. Je kunt het mooi zien, hoe mooi die is. Heel gaaf. Ja, ik weet niet of jullie dat dus net hoorden van het luchtalarm. Maar de luchtalarm die ging eraf, want het was alweer de eerste maandag van de maand. En ja, dan behoort er een luchtalarm af te gaan en voor de testfase. Maar ik kreeg dus ook al een NL-alert of zo, weet ik veel, zoiets ergens in die buurt. Dus een test. Dus daar heb ik even een foto van gemaakt. Want ja, ik was dus aan het vloggen voor jullie om te kijken of jullie het horen. Een beetje op de achtergrond, dat kan, dat hoeft niet. Want ik was weer een beetje te laat. Hè? Ja, maar oké. Okay. Maakt allemaal niet uit. Geeft niet. Maar ik heb dus eventjes een foto van gemaakt. Van wat ik dus kreeg. Misschien hebben jullie die ook gehad. Laat dan even zeker even wat horen in de reacties. Dat ik het kan lezen. Maar nee, ik was dus aan het vloggen dat ik hem kreeg. Dus hij onderbrook mijn filmen vloggen. Dus ja, dus moest ik helemaal even eigenlijk opnieuw. Dus zo doen. Dus nou, en dan ga ik even lekker vlogs editen. En dan even kijken hoe ver ik ga komen met editen. Ja, en dan ga ik mijn bril ook opdoen met editen. Dus dan ga ik mijn bril halen en dan ga ik editen. Nou, ik heb even mijn briefbus leeggehaald. Nou, dit was Le Klaar mee. Nou, daar heb ik geen ene hol mee. En er is ook, een krantje. Nou. Dat gaat lekker daar naartoe. En ik heb een pakketje, maar die ga ik zo meteen straks openmaken als Roderick ook hier is. Ja, inderdaad, jullie zien het goed. Van de bol.com, de winkel van ons allemaal. Ja, en ik heb allemaal aan de lijn. Hey, joepie de poepie. Ja, wat ik al zei, ik heb een pakketje binnen. Maar ik ga het eens eventjes laten zien hoe klein het eigenlijk is in de werkelijkheid. Dus ik ga een beetje vouwen. Even kijken waar ik een beetje kan vouwen. Dan krijg ik nu een beetje een idee. Dat het eigenlijk niet eens in zo'n groot pak hoeft. Dat is al dit, hè? Dit is al gevouwd. Ja, dan ga ik nog wat meer vouwen. Ja, geen aangaan. Kijk.
dit is gewoon eigenlijk wat niet eens hoeven. Dit stuk had dus niet eens gehoeven hier. Kijk, hier nagaan. Oh. En dan heb ik hier nog een klein rotstukje. Dus hoe bedoel je? We zijn aan het, hoe heet dat? Verspillen. Aan het verspillen. Dit wil ik jullie dus even meegeven. Dit stuk en dit stukje is gewoon verspilling. Ik snap hem niet helemaal, maar oké. Okay. Ja. Misschien snapt Ro het wel. Misschien dat hij dat een beetje uit kan leggen hoe en wat. Maar ik snap hem niet. En want Ro is namelijk postbode geweest. Ik ook, maar... Kijk, en dat zit dan in zo'n klein roltoosje. Ten opzichte van dit. Ja, dat is nog meer verspilling. Zoveel verspilling. Eens kijken. Hoe dan? Ja, dat is handig hoor. Nee, leuk. Standaard pakket. Zo'n grote envelop. Zo'n klein doosje. Ja, ja. Het zal wel weer. Ja, nee. Maar deze microfoon is dus bedoeld voor deze telefoon. En we gaan het ook vandaag even testen of het geluid beter overkomt als we deze dus gaan gebruiken in de auto. Ja, dat is een heel mooi hoesje trouwens. Ja, echt hè? Ja, dat is wel netjes. Dat is heel mooi. Is dat stevig? Hij is heel stevig, ja. Dat is een beetje... Ja, maar deze recht ook. Ja. Die is goed. Man. Dat was wel altijd verzinnen, dat het niet zo stinkt. Hij is wel heel mooi, ja. Met een bandje. Met een bandje, ja. Netjes opvouwen. En een clipje. Ja, een clipje, ja. En die kan dus in dat lucht... Een klippertje. Ja, precies. Mm-hmm. En hij is niet zo lang als die andere. De andere is mega lang. Die is mega lang, maar het is altijd wel handig. Mm-hmm. Dus nu hebben we deze ook. En dus die gaan we zo meteen sowieso even uit. Maar ik moet eerst even mijn telefoon even opladen. Dus dat kan wel goed. Toch? Ja. Gekkie. Gekkie. Ja, doe. Zeg maar, doe. Oeh. En waar is Lovely? Kom dan. Lovely. Doe even Lovely ook even controleren. Nee, kom maar. Ga eens kijken. Jutje, kom. Lovely, kom. Ja, dan moet je ook wel stoppen met dat aandacht. Klaar. Lovely, kom eens hier. Hey. Hey, meisje. Lekker knuffelen met de pap, met de baas. Dan moet ik ook weer een stuk naar achteren. Want anders heb ik jou wel heel erg dicht op mij. En je lacht net zo goed voor mij dat ik net daar zat. Ga eens liggen dan. Ga liggen dan. Ga liggen. Zou ze zich wassen. Is oké. Okay. Is oké. Okay. Op teken controleren. Ja. Yeah. Even je gezicht controleren. Je hebt je gezicht controleren, schat. Dat zou wel moeten. Bij Lady haalden we net 2 vandaan. Eentje hier bij Lady en eentje hier in de nek. Hier. Oeh, is mij. Nee, dan moet je pakken, schat.
Twee keer. Ik krijg geen kant op hier. Kom nou, allebei. Zit. Waar is hij nou dan? Is weg! Poetsie. Is weg! Is weg! Huh? Waar is het? Ja, maar. Sst. De kleine slaap over. Sst. Is weg! Hola. Zit. Zit. Blijf. Denken. Ja, daar word je moe van. Pak dan. Lovely, pakken. Zachtjes. Of lekker die adem in mijn oor. Lekker hoor. Je kan ook gewoon merken dat het gewoon zusjes zijn, hè, nu. Ja, pak dan. Lovely, pakken. Pakken. Zachtjes. Tegen die adem. Ze is slim, hoor, om mijn kusjes te geven. Oh, wauw. Wat is ze slim om mijn kusjes te gaan geven. Ik zit gewoon stil, hè? Uh-huh. Dat is
ze geeft me kusjes, ja, en dan valt hij er vanaf. Wauw. Handig. Heb jij niks dan? Dat is jammer. Hè? Jij niks? Wat? Heb jij niks? Nee? Jammer. Hè? Hey. Oh, wauw. Hoe krijg je een hond helemaal naar de klote? Op die manier. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.